Voor veel gamers is het het hoogtepunt van het jaar, de release van FIFA 22. Dat zorgt dus voor drukte in de gamewinkel. FIFA is eigenlijk wel altijd de grootste release van elk jaar. En mogen toch wel zeker extra drukte verwachten in al onze winkels. En is Nijmegen nou een echte FIFA-stad? Ja, zeker wel. FIFA is altijd wel een goed verkochte game hier. Zeker ook ten opzichte van andere steden. Hoe dat precies komt, weet ik niet. Maar het is zeker een goede game. En dit jaar wordt het misschien nog meer verkocht, omdat NEC weer na 4 jaar in de game zit. Ja, zeker. Ze komt die ik heel veel hoor. NEC zit er weer in, dus we gaan weer aan de FIFA, absoluut. Welke game heb jij gehaald? FIFA 22, hè? FIFA 2022. FIFA 22. En waarom? Ja, gewoon leuk af en toe potje spelen. Even tijdsverdrijf. Ja, altijd leuk. Voor mijn zoontje. Niet voor jezelf? Ja, een klein beetje. Maar hij is eigenlijk pas over 2 weken jarig. Alleen hij krijgt hem wel vandaag, want er is voor ons wel een hele grote benefit. NEC zit er weer in. Dat is de reden? Dat is de reden. Ja, ik ben helemaal gek van voetballen, dus ik vind dat prachtig. En NEC zit er ook bij. Ja, dat is echt een pluspunt. Gewoon weer met je eigen club potjes spelen is altijd leuk. Het heeft lang geduurd, hè? 4 jaar? Zeker, zeker, ja. En nu de derby weer een paar keer overspelen? Ja, zeker. Gaan we winnen. En dan gaat u ook zeker de wedstrijden tegen Vitesse weer spelen? Dat gaat zeker doen, ja. En wie gaat er dan winnen? Ik hoop aan NEC. Vorige jaren stonden er altijd lange rijen en was het ontzettend druk in de winkels. Maar dat lijkt niet meer van deze tijd. Ik denk het wel. We zien sowieso natuurlijk steeds meer digitalisering. En corona heeft natuurlijk ook zijn aandeel gehad. Het thuisbezorgen is erg makkelijk. Dat kan bij ons uiteraard ook op de website. Maar we zien nog steeds ook een vaste kliek die heel graag hier in de rij wil komen staan voor zijn spelletje op dag 1. Dus Vitesse gaat weer een paar nederlagen leiden bij jullie op de PlayStation. Die pakken geen punten.